Hallo, welkom bij mijn nieuwe vlog. Leuk dat jullie kijken. Ik wil het vandaag hebben over de uitspraken van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Over dat Suriname een mislukte staat is eigenlijk. En dat, dat eigenlijk de angst voor buitenlanders, of de angst voor wat buiten onze landsgrenzen komt, dat in onze genen zit. Ja, wat moeten we daarvan vinden? Er is veel kritiek geweest op die uitspraak. Hij heeft ook eigenlijk die uitspraak uiteindelijk teruggenomen. Want het was niet heel erg diplomatiek van hem. Denk ik. En daarom... zelfs hier in Curaçao. In Curaçao hoor ik het eigenlijk. Want eerst wist ik helemaal niks van. Maar opeens op Curaçao kwam op het nieuws. Ik volgde hier politiek eerst. Maar toen op een gegeven moment kwam opeens op het nieuws. Ook in Curaçao hier van... Ja, Stef Blok, en die heeft die uitspraak gedaan en dat het niet mooi was van hem. En zelfs de Curaçaose staat, de overheid van Curaçao is eigenlijk ook boos op hem. En dat komt door die uitspraak van dat het mislukte staat is en dat een multiculturele samenleving eigenlijk niet kan bestaan. Terwijl Nederland bijvoorbeeld en Suriname bijvoorbeeld en eigenlijk Curaçao ook wel een beetje multicultureel zijn. Dus meerdere culturen in hetzelfde land. Wat jullie er zelf van vinden, moeten jullie, als jullie willen, wat jullie van deze uitspraak vinden, zet dat onder in de reacties alsjeblieft. Want ik wil wel graag weten wat mensen in de publieke opinie ervan vinden. Dus of je nou in Suriname of de Antillen of in Nederland woont, zet alsjeblieft even onder in de reacties wat je ervan vindt. Deze uitspraak een omkeer eigenlijk geweest in zijn politieke carrière. Want in het begin, Stef Blok was eigenlijk, werd altijd gezegd, als heel betrouwbaar. Hij was bijvoorbeeld op een gegeven moment de plaatsvervanger van Opstelten. Toen hij moest vertrekken bij Veiligheid en Justitie. En toen later Van der Steur wegging, toen werd hij vaste minister op Veiligheid en Justitie. Dus hij werd altijd een beetje als de vervangminister gezien. Nou ja, nu door dit niet-diplomatieke optreden heeft hij eigenlijk kansen verspeeld. En ik schat zo in dat hij over een paar, twee weken dat hij af gaat treden. Ja, de ministerraad komt 15 augustus weer bijeen. Maar pas in september begint weer... is het zomerreces van de Tweede Kamer voorbij. En dan zou hij zich daar sowieso moeten verantwoorden. Maar of hij er onderuit komt, dat is nog zeker de vraag. En dat gaan we zeker zien. En ik ga zeker dat debat ook volgen. Want heel best wel interessant om zo'n debat te volgen daarover. Ik vind deze uitspraak ook eigenlijk niet echt heel erg mooi van hem. En niet netjes. Buitenlandse Zaken zouden ook niet zo blij mee zijn, want dat was al een ministerie wat al een beetje op wankelen, wankelen is misschien een groot woord, maar wat al een beetje een beetje in het nieuws stond vanwege natuurlijk de uitspraak van Halbe Zijlstra, eigenlijk de voorganger van Stef Blok, want Stef Blok was weer zijn vervanger, dus eigenlijk weer was hij vervangminister van iemand. Dat natuurlijk weer nieuws is. En nu weer in het nieuws door die uitspraak van Stef Blok. Dus Halbe Zijlstra zegt eerst van, ik ben in Rusland, ik ben Poetin geweest, waar die niet was geweest. En dan zegt Blok, Suriname is een mislukte staat. En dat is ook niet zo handig. Dus daarom zullen we zien hoe het verder afloopt. Nou, in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik heb nog... ik heb nog een filmpje over wat ik heb opgenomen van de Curaçaose TV heb ik geüpload. Dus als jullie willen, kunnen jullie ook daar naar het filmpje kijken. Dus dan kun je zien hoe het in Papiamento klinkt. Als ze in Papiamento over de Nederlandse minister Stef Blok hebben. En we zullen wel zien hoe het met hem afloopt. In ieder geval bedankt voor het kijken naar de vlog. En vergeet niet te abonneren. Dag. Doeg.